Hiervoor is ook nog plek. Dat zijn de beste seats. Zo, bijna iedereen zit volgens mij. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja, dat is het wel. Wacht ik dan meestal even op. Leuk dat u er allemaal bent. Heel goed ook, want er is voldoende te bespreken en er is voldoende nieuwe kennis op te doen bij dit kennissymposium van Kenniscentrum Bever. Mijn naam is Marcel van Dijk. Ik woon hier in Overijssel. Ergens op de plek waar de vecht en de regge bij elkaar komen. Dan denk je natuurlijk dat ik prachtig buitenaf woon. Ik woon gewoon in een nieuwbouwwijk. Maar ik kan er wel naartoe lopen, naar die plek. Symposium wordt georganiseerd. En u ziet dat hierboven staan. Door de STOA, door Rijkswaterstaat, ProRail, Unie van Waterschappen, het IPO en de Zoogdierenvereniging. En de gastheer is dit keer provincie Overijssel. En ik zou alvast een applausje willen voor de organisatie. Ja. Nou, vandaag gaan we met elkaar nadenken, luisteren, maar ook ons bezighouden met de vraag hoe kunnen we het beste duurzaam samenleven met de bever. Nou, de bever staat dus centraal. Ik denk, ik moet even kijken wat voor type mensen we in de zaal hebben. Wie beschouwt zichzelf als beverbeliever? Een paar vingers. Beverbeliever. Je stak vrij snel je vinger op. Ik geloof dat die een hele mooie impact heeft op onze systemen, op onze watersystemen. Dat die met nieuwe waterpijlen en vloeivelden, dat daar hele goede ecologische effecten van zijn. Dus daar geloof ik in. Ik geloof dat het een goede zaak is dat die bever in opkomst is en zijn dingen doet. Mooi. Wie is er een beverbuddy? Ja, u niet verwacht hè, vanochtend toen je naartoe ging. Niemand een beverbuddy? Zo van, goh, ik ren even daar naartoe. Want, u komt zo meteen ook aan het woord, zie ik. Maar een beverbuddy, waarom? Nou, ik denk een bondgenoot van de bever. Hè? Dus net als heel veel soorten uit de natuur, ook van de bever. Hartstikke goed. Laatste vraag, wie is er een beverboomer? Iedereen weet wat een boomer is, hè? Boven de 52. Hiervoor aan niemand. Nee, een beverboomer vind ik iemand die met een blik van de jaren 80 naar de bever kijkt. Die zit hier wel, zegt iemand daar. Maar daar durven ze niet vooruit te komen. Allerlaatste vraag. Wie heeft er nog nooit een bever in het echt gezien? Hoe kan dat nou? Hoe is dat nou mogelijk? Ja, ik weet het ook niet. Ik heb ze wel gezocht hoor. Ja. Oké. Okay. Kijk, zo ziet hij eruit. En Elze, dan ga ik even naar Elze toe, want dat is ook even een organisatoren. Maar die heeft er vanochtend hier één in de gracht gezien. Ja, ik parkeerde de auto en ik dacht, mooi filmpje zonsopgang. En toen, terwijl ik aan het filmen was, zag ik dat ik een bever aan het filmen was. En die heeft mij tot aan het provinciehuis gevolgd en is voor het provinciehuis ondergedoken. Hij wist dat jullie hier waren. Dus straks als je terugloopt naar het station en naar de parkeergarages, ga maar eens kijken of je de bever ziet. Ik ga even kort het programma met u doornemen. Bent u daaraan toe? Ja? Oké, doen we dat even. Moet ik even dat ding erbij pakken? Kijk, we zitten nu, 9 uur heb u al gehad. Dan 9:30, dat ben ik dan, de opening van de dagvoorzitter. We gaan het zo hebben over het beverbeleidsplan in Overijssel, een korte presentatie. Dan de internationale ontwikkelingen. Door Hanneke Kloosterboer van de STOA. Dan hebben we een pitch. En die pitch is de inleiding op een klein debatje wat we hier bij de staattafels met elkaar gaan voeren. Daarna is het pauze. En om 11:30 begint die eerste workshopronde in die verschillende zalen. Ik zal zo, ik kan wel even zeggen, de statenzaal, dat is deze zaal dus. Hè. Daar kunt u hier gewoon blijven en dan mooi hier zo vooraan allemaal gaan zitten. De Brink, als u hier de zaal uitloopt of daar,
Daarachter in die hoek, daar zit ook een zaal. Dat is de Brink. Als u hier de zaal uitloopt, helemaal rechts, daarachter in de hoek, dat is de commissiezaal. Dat is die 1.8, commissiekamerzaal. En de Eik, dat is de lastigste. Dan moet u hier helemaal omheen lopen. En dan helemaal aan het eind van de tunnel, zou ik bijna zeggen, daar zit dan de zaal de Eik. Dus dat is best wel een eindje loop. Om 12:30 is er dan een lunchpauze. En om 13:30, dat is allemaal zonder aankondiging, gaat u gewoon meteen weer naar de zaal toe voor de tweede ronde workshops. En die zal ik zo nog wel naar toelichten. En om 14:30 komen we dan hier weer samen en dan hebben we de laatste ronde met het landelijk beverprotocol en de voordelen van de bever. Dan lijkt het net of die voordelen daarvoor de hele tijd niet aan orde komen, maar hier komen ze expliciet aan de orde. Vragen op dit moment? Niemand moet er plassen of zo? Of nee? De wc zit namelijk daar hier, als u daaronder en dan meteen rechts zit de wc. En op andere plekken ook wel. Andere dingen nog? Niet. Dan heb ik nog een paar praktische dingen. Je hebt je vooraf aangemeld voor workshops. Die staan achter op je badge die je om je nek hebt hangen. Vriendelijk verzoek om die volgorde aan te houden. U past er namelijk precies in die zaaltjes waar die workshop is. Hebt u zich niet aangemeld, dan kunt u het beste hier in de statenzaal blijven. Want dan, daar is volop ruimte om er nog bij te zitten. Nou, het programma hebben we net over gehad. En misschien wel goed, de workshops die hier plaatsvinden en ook het plenaire gedeelte, dat wordt allemaal opgenomen. En dat is ook terug te zien op de website van Kenniscentrum Bever. En er worden foto's gemaakt. Dus wilt u expliciet niet op de foto, omdat uw vriendin of vrouw of man niet weet dat u hier bent vandaag, dan is het beter om dat even aan te geven of weg te duiken. Dat kan ook. Goed. Voldoende voor de introductie, denk ik. We gaan naar de inhoud. En de gastheer van vandaag is Ben van Dinter. Goedemorgen. En Ben, die zal jullie ook namens de provincie Overijssel welkom heten, want die zijn vandaag onze gastheer. En hij gaat jullie meenemen naar het verhaal van de bever in Overijssel. Deze. Papier. Ja, het is wel hard werk, hoor. Ja. Welkom, iedereen. Namens de provincie. Toen wij deze uitnodiging kregen, of het verzoek van de zoogdiervereniging en STOA, of wij deze meeting wilden hosten, toen heb ik eigenlijk daarop positief geantwoord, omdat wij toevallig ook bezig waren met het maken van een beverbeleidsplan. Dus eigenlijk kwam het heel mooi uit om dat hier dan te doen en om dat ook even te presenteren. Ik heb geprobeerd om ons bestuur hierbij te betrekken. Niet bij het beverbeleidsplan, maar ik bedoel bij deze dag. En helaas was het gewoon een moeilijke datum. Ik heb allebei de gedeputeerden van Natuur en Water benaderd. Die waren allebei verhinderd. Ik heb de commissaris gevraagd, die was helaas ook verhinderd. Zelfs ons sectorhoofd kon niet. Dus uiteindelijk moet u het met een ambtenaar doen. En dat ben ik. Mijn naam staat hier op het scherm en ik doe in Overijssel het additieve soortenbeleid. Dus dat gaat over soorten waarvoor we extra beleid uitvoeren. Ik heb een presentatie van 15 sheets, dat lijkt heel veel, maar we gaan er snel doorheen. En dan moet ik even kijken of dat zo werkt. Ja. De aanleiding voor het opstellen van het beverbeleidsplan, dat is in eerste instantie de groei natuurlijk van bevers die ook in Overijssel in de opmars bezig zijn. Jullie kunnen hier het kaartje zien van de situatie in 2022. Dan zie je dat met name in Zuid-Nederland al heel veel bevers zijn. In Overijssel zitten ze nog vooral langs de IJssel. Maar we zien dus echt wel een groei. En dat kan problemen gaan opleveren. Dat maakt het meteen heel lastig, want de bever is, zoals jullie misschien weten, in hoge mate beschermd, zit in de hoogste categorie van de bescherming. En dat maakt dat we eigenlijk pas mogen ingrijpen als de gunstige staat van instandhouding bereikt is. En dat is in Overijssel nog niet het geval. Vanuit de waterschappen wordt toch gevraagd om actie. We hebben natuurlijk met de IJssel een primaire rivier met primaire dijken. Dus dat is gewoon heel gevaarlijk als daar bevers in gaan zitten. We hebben secundaire dijken waar
regelmatig opwaaiing plaatsvindt van water, waar dus ook gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. En dat noopt eigenlijk tot het maken van beleid. Wat er dan gebeurt, hè, dat kan je hier zien. Dit zijn twee dia's. Boven rechts een bever die daar een dam heeft gebouwd. Bevers doen dat omdat ze voldoende hoge waterstand willen om een ingang in hun hol te maken die onder water ligt, waardoor ze dus niet geroken kunnen worden door roofdieren. Als die waterstand te laag is, dan bouwen ze dus zelf een dam, waardoor het achterliggend gebied de waterstand hoger wordt. En hier is dat niet zo'n probleem, omdat dit een natuurgebied betreft, maar je kan je voorstellen als dat in agrarisch gebied gebeurt, dat dat een probleem kan opleveren. De tweede dia linksonder is wat ingrijpender, want dat is een situatie die wij zagen in de dijk bij langs de IJssel. En dan kun je zien dat het gewoon heel gevaarlijk kan zijn als bevers daar dus met hoogwater een hol gaan graven. Dan kan er echt wel flink schade aan de dijk ontstaan. En toen deed hij, oh wacht, yep. Wat moet er in dat beleidsplan staan? Nou, daar moet allereerst goede beleidskeuzes worden aangeduid. Er moet een onderbouwing staan. Mochten er partijen zijn die naderhand zeggen van, als wij dus gaan beheren, nou, we willen dat niet, die bever die is te beschermd, dat kan niet. Zou het tot een rechtsgang komen, dan moeten wij dus ons beleid kunnen motiveren. Dus vandaar dat we dus een plan daarvoor moeten opstellen. Dat plan moet ook duidelijkheid bieden, zowel voor waterschappen als voor landgebruikers, andere terreinbeheerders. Wat we dus willen eigenlijk is een zonering. En bij die zonering horen dan de maatregelen, hoe je dus kunt ingrijpen. Dat zijn de handelingskaders. Dit zit er allemaal in bij ons. Een zoneringskaart, die hebben we verdeeld in 3 zones. Risicogebied, attentiegebied en geschikgebied. Daar zitten dus handelingskaders bij. Daar staat in het plan ook hoe je dus kunt voorkomen dat schade ontstaat. Maar ook hoe je de bevers een bepaalde kant op kunt proberen te krijgen. Bijvoorbeeld door bepaalde leefgebieden positief in te richten en te hopen dat ze daar dan gaan zitten. Er zit een onderbouwing in van de beleidskeuze, wat ik toen straks al zei. Dus risicoanalyse, gunstig staat van de instandhouding. Wat zijn de positieve effecten van bevers, want die zijn er ook. Mocht het komen tot een rechtsgang, dat we dan kunnen aantonen, we hebben er goed over nagedacht. Er zit een lange termijnvisie in en ook hoe gaan we de monitoring organiseren. Dit is de input die we daarvoor gebruikt hebben. We hebben gekeken naar de waterkeringen, naar de inundatiediepte, mocht het komen tot overstromingen. We hebben gekeken naar de hoofdinfra van Overijssel, want hoofdinfra ligt heel vaak op taluds. En de economische gevolgen. En uiteindelijk leidt dat dan tot een zonering. Dit zijn de waterkeringen in Overijssel. De kleur heeft niet te maken met wat nou urgent is of niet. De rode waterkeringen zijn van waterschap Drents Overijssel Delta. De blauwe van waterschap Vechtstromen. En ik denk, ja, dat kan je bij jullie wel zien. Ik zie het hier op het scherm niet. Maar we hebben 5 waterschappen in Overijssel. We hebben nog een heel klein stukje Vallei en Veluwe. Dat zijn de gele dijken. En we hebben ook nog waterschap Rijn en IJssel. Dat zijn de groene dijken. En dan hebben we nog boven, linksboven. Maar die hebben hier geen dijken, zie ik. Daar zit nog Zuiderzeeland. Dus we hebben 5 waterschappen. Maar onze hoofdwaterschappen zijn Drents, Overijssel, Delta en Vechtstromen. Hier zie je de inundatiediepte. Mocht zo'n dijk doorbreken, hoe diep wordt dan de overstroming? En je kan je voorstellen, als wij gaan prioriteren, gaan kijken naar waar wordt het echt gevaarlijk als bevers ergens gaan zitten, dat zo'n kaart dan gewoon van belang is. Dit is de hoofdinfra met de rijkswegen, paars aangeduid, en de provinciale wegen hier oranje, en de spoortaluds, die zijn zwart.
De economische gevolgen die kunnen optreden als bevers erg zitten, die staan dus hier, het is denk ik wel bekend. Graverij in de Keringen, graverij in Talud, inundatie die op kan treden. Achteruitgang, dat kan ook nog van specifieke habitattypen. Vraatschade en schade doordat het landgebied onderloopt. Dat zijn de zaken waar we dus naar gekeken hebben. Uiteindelijk leidde dat tot een zoneringskaart. En moet ik wel zeggen dat dit de conceptkaart is. Ik heb die nog niet aangepast. Dat moet nog gebeuren. Maar hier zie je dus die attendering in verschillende zones. En wat hier staat is een beetje achterhaald. In die zin dat we meer rood gebied hebben en we inmiddels ook meer groen gebied. Hier is het mediale gebied. Dus het risicoattentiegebied is hier nog ruim aanwezig. En dat is dus iets meer ingeperkt. Bij die zones horen de handelingskaders. Een groen handelingskader voor het gebied waar de bever welkom is. Een geel of oranje handelingskader voor het gebied beverattentiegebied. En het risicogebied heeft een rood handelingskader. En dat uitzicht dan hier in deze dingen. Dit zijn die handelingskaders. Hier staan de stappen in. Die moeten worden doorgelopen. Het begint met inspectie en het eindigt uiteindelijk met het treffen van maatregelen. Als blijkt dat het groene handelingskader tekortschiet, ga je dus door naar het oranje handelingskader. En als je in beverattentiegebied zit, begin je met het handelingskader. Dan heb je dat groene niet eens nodig. En dit gaat dan door naar het rode handelingskader. Dat staat hier. In de risicogebieden start je dus met deze handelingskader. Mocht het zo zijn dat je in beverattentiegebied zit en het voldoet niet voldoende wat daar staat, dan kom je dus uiteindelijk ook bij dit handelingskader terecht. Dus dit is in het kort ons beverbeleidsplan. Ja, dat had ik toch gezegd. Ja, nee, dat heb je keurig binnen de tijd gedaan. Ik kan me voorstellen dat het vragen oproept. Iemand die zegt van, dit is Oscar trouwens. Applausje voor Oscar. Ja. Een vraag. Ja, meneer, zeg even van wie u bent ook. Oh, je moet even aan, denk ik. Ja. Dat hadden we dan weer niet. Je bereidt alles voor, behalve dat ene pielige rode knopje. Oh, sorry. Ja, daaronderin. Ja, alles geeft het dan op, hè, opeens. Ja? Ja, nee, moet even wachten en dan doet hij iets. Ja. Jij bent Mark. Ik ben Mark Rotegatter, Waterschap Huns en Haas. Ik vind het een goed plan, een doordacht plan. Dat, ten eerste een compliment daarvoor. Ik vroeg me alleen af, de gunstige staat van instandhouding, die is nog niet bereikt in Overijssel. Maar je zit aan alle kanten aan grote rivieren en via de Vecht uit Duitsland. Hoe kan dat? Wordt dat niet landelijk gezien? Of tenminste de hele populatie? Want dan zou je heel makkelijk kunnen zeggen, we leggen alles neer bij een andere provincie. Dus het streven is wel om dat per provincie eigenlijk te doen. En dat je dan moet denken aan 500 bevers. We zitten al een heel eind op weg. Dat gaat vrij snel, die groei. Maar uiteindelijk is dat dus waar we mee te dealen hebben, denk ik. Duidelijk. Andere vraag nog. Hier vooraan ook. Oh, sorry, daar vooraan ook. Ruud Kamp, wordt tegenwoordig betaald door een Zweeds bedrijf, Truxor. Het valt me op dat uw oranje plaat erg negatief is. Wat bedoelt u precies? Er wordt alleen maar aan bedreigingen gedacht. Er zitten toch ook een heleboel kansen in. Want die bevers die kunnen allerlei oninteressante gebieden waanzinnig interessant maken. Zeker in het oranje gebied. Dus leven de bever. Dat ben ik met u eens, maar wij maken natuurlijk een beleidsplan omdat we uitgaan van wanneer er probleemsituaties ontstaan. Kijk, als er geen probleemsituaties zouden bestaan met bevers, hoeven we ook geen beleidskader te maken. Dus het beleidskader is erop gericht om te kijken van wanneer we moeten handelen, wanneer we dat dus moeten doen. Wat ik zei, dit was de eerste
visie, dat is niet het goede woord wat ik even zoek, maar de eerste opzet zeg maar van die kaart, die hebben we, dat oranje gebied hebben we dus wat verder opgesplitst. In de zin van dat er meer groen gebied van is gemaakt en ook meer rood gebied. Dus oranje was een beetje een mediair gebied en we denken dat we wat meer beslissingen moeten nemen. Dus meer ruimte voor de bever, meer groen. Dat betekent dus ook meer ruimte voor de bever. Tegelijkertijd betekent het ook dat we meer rode zones hebben, vooral door het waterschap ook aangedragen van dit zijn toch wel echt gevaarlijke gebieden. Dus we hebben daar wat meer beslissingen in genomen, zeg maar. Maar ik ben het met u eens, het gaat niet alleen maar over negatieve aspecten van de bever. De bever is natuurlijk een prachtig dier. Een bio-engineer noemen we het, hè? Een dier wat in staat is om een heel ecosysteem aan te passen naar zijn wens. En daar zitten uiteraard ook heel veel kansen in. Ja. Ik zag daar op de hoek nog één vraag, Oscar. Waar ben je op gebleven? Oh, hier. Ja. Oh, nou, dan, dat is wel de laatste vraag. Maar moet u straks maar even de pauze aan Ben vragen. Wat u... Ja. Mijn indruk is, primaire waterkeringen, ja, helemaal mee eens dat dat veel aandacht moet krijgen. Maar ik denk dat problemen die bevers in stedelijk gebied kunnen opleveren, als haar waarneming vanochtend spreekboek delen, dat dat onderschat wordt. Ik denk dat dat ook een belangrijk aandachtsveld moet zijn. Nou, daar ben ik niet helemaal met u eens in die zin van dat wij ons daar terdege van bewust zijn. Hè? En inundatie in het landelijk gebied kan dus inderdaad betekenen dat een veld met mais of aardappelen onder water komt te staan. Als dat in stedelijk gebied gebeurt, dan heb je natuurlijk als er 20, 30 centimeter water in huizen komt te staan, heb je natuurlijk gigantische schade. Dus we hebben daar wel degelijk naar gekeken. En dat betekent bijvoorbeeld hier in de situatie van inderdaad rond Zwolle, daar hebben we heel veel secundaire dijken, secundaire keringen, dat allemaal rood gebied is geworden. Dus het is niet zo dat we dat onderscheid niet in oogschouw hebben. We hebben daar echt wel goed naar gekeken. Oké. Ben, hartelijk bedankt voor jouw inleiding en voor jou. Ja, zeker, mag dat. Ik weet niet of het te vroeg is, maar ik geef je toch alvast een fles wijn. Nogmaals bedankt voor je inleiding en voor je welkom ook. Ben van Dinter was dat, van de provincie Overijssel. We gaan snel door, want u hebt gezien dat we natuurlijk later begonnen zijn. En dan weet je wel, dan wordt zo'n dagvoorzitter wordt zenuwachtig. Er komt natuurlijk veel discussie vandaag. En dat is ook het mooie van zo'n dag natuurlijk, om die kennis uit te wisselen en te delen. Maar ik sprak net voordat we begonnen, sprak ik iemand en die had een bijzondere functie. Dus die kunnen we altijd nog inzetten. Dat is de mens-dier conflictbemiddelaar, noemen ze zichzelf. Dus als u denkt van, we zijn er aan toe, dan roepen we die er gewoon even bij. We gaan snel door naar de volgende presentatie, want iemand zei net al, ja, het gaat eigenlijk over heel Nederland, niet alleen op in Overijsselsgebied natuurlijk, maar het gaat zelfs internationaal, die bever natuurlijk. En we hebben in ons midden Hanneke Kloosterboer, en die staat er al. Ja, je was bijna ambtenaar van het jaar geworden 2 jaar geleden, geloof ik, hè? Ja, bijna. Maar gelukkig niet of gelukkig wel? Nee, gelukkig niet, want dan ben je een jaar lang met een circus bezig. Ja. Om te vertellen waarom je dan ambtenaar van het jaar bent. En ik mocht me nu gelukkig met de bever bezighouden. Geen circus, wel stiekem een klein beetje kermis neergezet. De bever in ons midden. Jij gaat ons iets meenemen over de internationale ontwikkelingen. Dankjewel. Ja, ik heb inderdaad de bever meegenomen. Met deze bever hebben we 3 jaar geleden het kenniscentrum Bever de opening aangekondigd. Door in coronatijd die bever van het ene schermpje naar het andere schermpje te gooien. En het leek me eigenlijk wel heel mooi om die bever weer mee te nemen op pad. Want samen met Wijnand Evers van Drentse Overijssel Delta en Reindert Stellingwerf van Rijkswaterstaat en Kees Schep van Waterschap Rivierenland ben ik naar Duitsland geweest. Zijn we uitgenodigd om daar te komen kijken van, nou, hoe gaan we in Duitsland eigenlijk om met die bever. En met een hele groep Engelse collega's. Dus ja, daar hebben we de bever natuurlijk wel voor meegenomen. En bij AMA's, waar ik dagelijks werk, hebben we ook heel veel DAS-vraagstukken. Dus de DAS, die mocht ook mee. Nou, hier stonden we met z'n allen op de dijk. Het was een hele mooie, diverse groep. Zowel techneuten als mensen meer met ecologische achtergrond. En vanuit Dresden, de Technische Universiteit Dresden, waren we uitgenodigd om te komen kijken door Thorsten Heijer. En hij had ook een aantal collega's van hem uitgenodigd. Waaronder iemand van het Landesbetrieb voor Hoogwasserschutz. Die heeft ons meegenomen de dijk op, eigenlijk de dijkbeheerder daar.
En vanuit Engeland waren er onder andere mensen van de Environmental Agency. Dus eigenlijk een kruising tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen, die heel veel bezig waren met de problematiek. Maar ook heel duidelijk met de positieve kant. Want er waren ook mensen van Natural England en de Beaver Trust, waaronder de auteur van de Eurasian Beaver Handbook. Wat een ontzettend wijze vrouw was. Elke vraag die je stelde had ze spot-on een antwoord dat je denkt, jeetje, hier kan ik echt veel van leren. Ook al dacht ik, want ik had ook mijn verwachtingen vooraf even opgeschreven. Ik dacht in Engeland, daar hebben ze niet zoveel bevers. Maar stiekem weten ze daar al ontzettend veel. Want we hebben heel veel dezelfde soort vraagstukken. Het landschap verschilt af en toe, maar het maakt wel dat je elkaar kunt inspireren in hoe ga je daarmee om. En zeker in Duitsland, want daar hebben ze op dit moment al rond de 40.000 bevers. En die zijn er ook nooit helemaal weg geweest. Dus zij hebben daar al heel lang een situatie waarin je omgaat met een bever in een landschap waar ook mensen wonen. Ik zag net ook al een titel van een presentatie. Mensen in een beverlandschap, of een mensvriendelijk beverlandschap. Nou, ik denk, zo moeten we daar af en toe ook naar kijken. In Duitsland hebben ze er dus al heel veel. En in Engeland weten ze ook heel erg veel over de dassen. Nou gaan we het daar vandaag niet over hebben, maar daar kun je net zo'n presentatie mee vullen. En ik had eigenlijk de hoop dat we de perfecte oplossing zouden vinden. En nou begin ik al anderhalf jaar lang mijn presentaties met, ik heb meer vragen dan dat ik antwoorden heb. Maar dat bleek ook in Duitsland zo te zijn. Het was een bijzonder actueel onderwerp. Want op het moment dat wij gingen, hadden we in Nederland al flink wat krantartikelen gehad over het advies van het expertise-netwerk Waterkeringen. Dat we bevers toch echt wel als een zeer groot risico hier in Nederland moeten beschouwen voor waterkeringen en andere infrastructuur. Waardoor we ook wel eens gedwongen zijn om lastige keuzes te maken. Dus ik vond het mooi dat we net een beleidsplan hebben gezien. Je moet er goed over nadenken. Want de bever heeft ontzettend veel positieve kanten. Maar in een land als Nederland moet je ook nadenken in hoe ga je ermee om als de bever op plekken zit waar die voor een veiligheidsrisico kan zorgen. Ook om het draagvlak van het dier te beschermen. Want de avond dat we elkaar leerden kennen, was er net bekend geworden dat in Duitsland daar was hoogwater, onder andere aan de Oder. En daar waren al 25 bevers geschoten. En onze gastheren en vrouw die trokken echt de wenkbrauwen op. Ja, wij zijn hier heel erg bezig om het land in te richten zodat die bever daar veilig kan zijn en de mens ook. En dan wordt het hoogwater en zodra de bever zijn neus boven die dijk uitsteekt, wordt hij afgeschoten. Dus dat levert er direct voor goed gesprek op. En in Polen, aan de andere kant van de grens, daar hadden ze hem al hadden ze hem de oorlog verklaard. Omdat daar zijn ook dodelijke slachtoffers gevallen door dijkdoorbraken. En is dat dan de bever geweest? Ja, dat is altijd de vraag. Kun je dat zo duidelijk aanduiden? Maar het was dus een zeer actueel onderwerp waarvan je ook gelijk al zag welke emoties het allemaal oproept. Nou, in het veldbezoek was er aardig wat herkenning. De bevers in Duitsland die graven ook. Die bouwen ook hele mooie dammen. Rechtsonder kunnen jullie een hele mooie dam zien in een prachtig bosgebied. Nou, ja, dat was eigenlijk de perfecte plek voor die bever. Daar kon hij ook doen wat hij wilde. Nou, dat is heel erg mooi als je hem op zo'n plek kunt hebben. De dijken, daar waren ze er minder enthousiast over. Die waren heel erg vergelijkbaar. Zandkern, kleidek erop. Dus dat was wel een situatie waar ik denk, hey, daar kunnen we inspiratie op doen. En wat ik het mooie vond in de mens is dat er heel veel gedrevenheid was. En die zie ik eigenlijk ook hier tot nu toe in Nederland met iedereen die je spreekt. Er is gedrevenheid om het goed te willen doen. En de ene zit iets meer aan de groene kant, de ander zit iets meer aan de technische kant. Maar we willen met z'n allen ervoor zorgen dat we veilig zijn en dat die bever er ook kan zijn. En dat leverde eenzelfde soort zoektocht op. Nou, ik heb een plaatje, die kunnen jullie niet goed lezen van een sheet. Is ook niet de bedoeling, want dan krijg ik allemaal technische vragen van jullie. Maar in Duitsland waren ze al met heel veel verschillende detectiemethodes bezig. Nou, dat is hier in Nederland ook een groot vraagstuk. Hoe gaan we die bever vinden? Ook in Duitsland, helaas, hadden ze nog niet de methode gevonden waarmee je de bever 100% zeker kunt opsporen. Maar het mooie daarvan is, heel veel technieken die zijn deels bekend, maar deels ook nieuw. Als we daar met z'n allen in verder gaan, dan kun je daar van elkaar leren. En dat was ook echt het grote doel hiervan. Want het mooie was, we hadden het op een gegeven moment over gaas. Nou, er kwam één stukje gaas op tafel. Of nou ja, niet op tafel, want we hebben eigenlijk vooral buiten in de regen gestaan. Maar plotseling werden er van nog twee kanten stukken gaas tevoorschijn getrokken. Het ene gaas was mooi in elkaar gedraaid. En er zat een soort van kunststof wolletje bovenop. Daar werd het verhaal dat het ook goed was voor de
dijkbekleding. Ik zei, nou, ik heb ook in de expertteam grasbekleding gezeten. Ik heb nog nooit gras op kunststof zien groeien. Maar het was een hele mooie gedachte. Maar ook gaas wat aan elkaar gelast was. Gaas wat in elkaar gevlochten was, waardoor je niet van die lastpunten had. Want de ervaring in Duitsland was wel die lastpunten. Dat is het kritische plekje. Daar gaat hij het snelste kapot. Ze hebben al veel langer ervaring met gaas. Dus ze hebben ook plekken waarin ze dat gaas af en toe opengraven om te kijken van nou, hè, hoe is het gesteld met het gaas. En dan zie je dat een jaar of 30, 35 kun je er wel op vertrouwen. Ik had eigenlijk de hoop dat je er wel langer op kan vertrouwen. Dus daarin is wel de zoektocht. Hè, wat is je optimale, ideale gaas? Hè, wil je metaal, kunststof in de grond stoppen? En als je dat dan doet, wat is dan daarin het beste? Nou, daarin was in ieder geval al de tip, liever geen lastpunten, maar dat je het mooi in elkaar vlecht. Het vraagstuk, wie is er verantwoordelijk? Hè? Wie heeft die bever? In Nederland is die uitgezet, in Duitsland was die er altijd al. Dat maakt het interessant op plekken zoals je linksonder kunt zien. Daar was een vuil waterbassin waarin dat water, dat mocht niet de omgeving in. Maar er zat ook een bever in die kleine talutjes. Wat hebben ze daar gedaan? Daar hebben ze het gaas aangebracht, maar wel heel oppervlakkig. Dus je kon het gaas eigenlijk met de hand al opengraven, waardoor je ook zag dat het niet overal even mooi erin zat. Ik denk, hè, als je gaas aanbrengt, doe dat dan iets dieper, waardoor het niet snel beschadigt, waarop het beter blijft zitten. Maar wat ze daar hadden gedaan, is dat hebben ze aan moeten brengen, omdat er werd gezegd van ja, maar hey, jullie als, wat was het, de Bundesnaturschutz, jullie zijn verantwoordelijk als het misgaat. En die hebben toen gezegd, nou ja, dan moeten we maar gelijk aan de gang, ook al was het nestseizoen, het... En wat je dus inderdaad zag, is die bever die is daar niet weggegaan tijdens die werkzaamheden. Je verwacht, hè, hij gaat weg, want het is spannend. Hij is er gebleven. Sterker nog, hij is op een gegeven moment ingesloten geraakt. En dat is een vraag die wij vanuit waterveiligheid vaak wel hebben. Als we een hol zien, ingang, en je zet die dicht en er zit nog een bever in. Wat gaat hij doen? Nou, deze bever heeft zichzelf uitgegraven. Bleek ook, die kan tegen hele lage zuurstofomstandigheden. Dus hij kan daar best wel een tijd in dat hol overleven en dus ook in actie komen. Die heeft zich, zoals je daar niet op het plaatje kunt zien, maar wat wel in het echt zo was, een gaatje gegraven waar die door is ontsnapt. Nou, dat is voor ons echt wel een goede realisatie. Die bever gaat dus verder graven als je zijn ingang als een hol dichtzet. Nou, we hebben ook bij beaver deceivers gestaan. Voor mij als waterkeringsdeskundige was dat weer een hele nieuwe wereld. Maar ook daar zie je dat mensen, en dat vind ik het leuke, in het veld experimenteren. Die gaan naar de bouwmarkt, die zoeken een koppelstuk die, waar geen gaas voor zit, maar die naar beneden gericht is. En daar werkt het. Hun flexibele slangen, die werkten niet. Nou, daar is ook al eerder een tweedaagse workshop over geweest. Dus over beaver deceivers kun je beter nog bij andere mensen nog meer kennis opdoen. Hier voelde ik mij in mijn eigen natuurlijke habitat, de dijk. Ze hebben daar best wel veel hoogwatervluchtplaatsen aangelegd. Op het stuk waar wij waren, 7 stuks over een lengte van een 10 kilometer. Dat is best wel veel. Om er eigenlijk voor te zorgen dat ieder territorium zijn eigen beverhoogwatervluchtplaats heeft. De dijk is vergelijkbaar qua opbouw. De uiterwaarden zijn veel groter. Je hebt de uiterwaarden van echt wel 3 kilometer breed. Nou, dat is breder dan dat we op de meeste plekken hier in Nederland zien. Waardoor je ook ziet dat die bulten grond, die kunnen daar best makkelijk aangelegd worden. Maar ze zijn ook met drijvende hoogwatervluchtplaatsen aan de slag gegaan. Nou, daar zijn we hier in Nederland, hebben we inmiddels 2 prototypes gemaakt. En er wordt nu gekeken waar kunnen we die laten drijven. In Duitsland zijn ze er ook mee bezig. Alleen daar hebben ze niet een heel huisje erop gebouwd, maar veel meer drijvende hoogwatervluchtplaatsen van natuurlijk materiaal met takken erop. En wat je ziet in Oost-Duitsland, daar zijn ze heel lang Russisch onderwezen in de Russische taal. Zij zoeken ook heel veel in Russische literatuur. En daar zie je, daar hebben ze ook al heel veel ervaring met bevers. Nou, voor ons is het onbegrijpelijk qua taal. Maar je ziet dat de Duitsers daar hun inspiratie halen. Dus zo kunnen we van elkaar leren. Wat ik bij het ene plaatje wel mooi vond, het bovenste plaatje, dat was een hoogwatervluchtplaats met een jacht zit erop. Nou, heb ik niet op doorgevraagd. Die hoogwatervluchtplaatsen van grond die ze hebben gemaakt, zijn deels echt bedacht waar ze moeten zijn. Deels ook omdat ze een uiterwaarde gingen uitgraven, een meander gingen uitgraven. Die grond moesten ze afvoeren, dat kostte veel geld. Ze zeiden, nou, eigenlijk wel een mooie gelegenheid om die grond gewoon hier in het gebied te gebruiken. Dat is de bovenste onder andere. De onderste, dat is een oude dijk, is een dijkverlegging geweest. En dan hebben ze gezegd, nou, die dijk die breken we niet af, die laten we lekker daar liggen, want dan kan de bever daar losgaan. Ze doen er ook geen onderhoud, dus het wordt flink begroeid. En de hoogte is meestal vrij gelijk met de kruin van de dijk, wat mooi is. Want anders heeft het geen zin, als die toch ook onder water komt te staan, dan heeft het effect is nul. Ze hebben er geen actief monitoringsprogramma, maar wat ze wel zagen is het vorige hoogwater, dat er daadwerkelijk ook bevers op die hoogwatervluchtplaatsen aanwezig waren.
Zelf zou ik het heel interessant vinden als ze daar een monitoringsprogramma op zetten. Omdat je dan ook het effect van die hoogwatervluchtplaatsen kunt zien. En in Nederland zijn we er in de dijkversterking ook mee bezig. Dat je niet alleen maar alles in gaas zet, maar ook gewoon een plek creëert waar die wel graag wil zijn. Op de plekken met hoogwatervluchtplaats zetten ze ook geen gaas in de dijk. Dus ze hebben er dusdanig vertrouwen in dat ze zeggen van nou, hij gaat echt op die vluchtplaats zitten en hij gaat niet de dijk daarin kruipen. En op plekken waar ze wielen hadden, daar zetten ze gewoon een flinke damwand in de dijk. Zodat het contact wat je hebt met het water, dat in ieder geval beschermd is en die niet daar onderuit gaat. En ze bouwen hem eigenlijk altijd op plekken waar je aan water grenst. Zodat het dier ook al ermee bekend is op het moment dat het gewoon een normale situatie is. Niet dat hij er pas kennis mee hoeft te maken als het water omhoog komt. Dit vond ik een van de dingen waar we het meest over hebben gehad in de auto. Onder andere op de terugweg, maar ook met de mensen in het veld. De inzet van elektrische bedrading. Ik heb schrikdraad genoemd. Het is niet met schokjes, maar er zit gewoon continu stroom op. Dit gebruiken ze in Duitsland om de bever op plekken weg te houden waar ze hem niet willen hebben. Dus op het moment dat een beverdam steeds wordt verhoogd, een klein draadje over de beverdam spannen. Dat draadje zit hier niet op het plaatje, daar moet je even erbij denken. We konden er geen mooi fotootje van vinden, maar wel van een vette beverdam die we daar hebben gezien. Maar ook een plekje waar een heel klein stroompje was, niet diep genoeg om voor die bever om daar lekker te kunnen zitten. Dus die bouwden daar dammen, maar daarachter was heel veel bebouwing. Waardoor mensen gewoon overlast hadden van het water. Nou, hebben ze wat draadjes gespannen, hebben ze een tijdje op spanning gezet om ervoor te zorgen dat hij iets bovenstrooms een dam zou gaan bouwen. Nou, dat is gelukt. De elektriciteit is al lang en breed van dit draadje af, maar het was zeer effectief. En ik was ook wel benieuwd, ik had het kort hier vooraf heel even over, doen we dat in Nederland al? Zijn er mensen van jullie die al ervaring hebben met elektrische bedrading rondom bevers? Mag ik vragen hoe u dat toepast en wat de ervaring is? De microfoon die komt eraan. Ja, Oscar. Klimmen. Goedemorgen, ik ben Peter Blanker uit Zeeland. Ja, ik had dat ook ergens gelezen en gehoord van dat dat mogelijk zou helpen. En ik had een fruitteler die had last van, hadden we een keer een bever in Zeeland, had hij er ook gelijk last van. En die heeft hem heel laag aan de grond, heeft hij gewoon strikdraad gezet. En het heeft geholpen. Dus hij blijft daar weg. Nou, dat was het interessante ook. De Duitsers zijn er enthousiast over. De Engelsen die we spraken, daar zat de discussie in. Want in Engeland doen ze het niet meer. Want ze zeggen van, goh, het is voor de diervriendelijkheid is het niet goed. Omdat het dier een flinke schok krijgt. Er was ook een bever geweest, die had zich erin vastgebeten. Die wilde het aanvallen, maar die bleef vastzitten. Dus dat was einde verhaal van de bever. Er zitten ook andere dieren die er gebruik van maken. Maar ik moet zeggen, wij waren er op zich best wel van gecharmeerd. Omdat we in Nederland ook regelmatig discussie hebben van, wanneer ga je over tot afschot? Zou dit een stap ervoor zijn? Het is heel vervelend dat zo'n dier een tik meekrijgt. Maar misschien is het wel voldoende om hem ergens anders in het territorium een plek te laten vinden waar die goed zit. En dat wij daarmee onze infrastructuur hebben beschermd. Zonder dat je gelijk over moet gaan tot afschot. Dus wij vonden het wel interessant. En er was ook een Engelsman en die zei, ik pas het eigenlijk al 5 jaar toe. Nu mag het niet meer, maar ik was er heel tevreden over. Dus deze hebben we meegenomen. Nou, in het kader van de tijd ga ik er even wat rapper doorheen. Wat ik ook heel mooi vond, en daar hebben we het in Nederland ook over, de gevulde gereedschapskist. Onze gereedschapskist zijn we aan het vullen met manieren om om te gaan met die bever. Dat die wel in het landschap kan zijn, maar dat het veilig kan. In Duitsland hebben ze een bijzonder gevulde gereedschapskist. Heel veel dingen zullen jullie herkennen, aan gaas, aan hekwerken. Ook niks doen. Als die op een plek zit waar die best oké zit, doe vooral niks. Want voor je het weet ga je hem op een plek krijgen waar die vervelendere effecten heeft. Maar wat ik heel mooi vond daar, ze zijn heel snel ter plaatse. Ze hebben vanuit, wij zaten dan in Oost-Duitsland. Ieder Bundesland heeft het anders ingericht. Maar de plekken waar wij zaten, hadden ze vanuit de DDR-tijd heel veel vrijwilligers. En dat is gebleven. Die structuur hebben ze aangehouden. En dit waren vrijwilligers die ter plekke gingen op het moment dat er problemen waren. Dus die gingen letterlijk af en toe zijn dam verlagen. Of die gingen plekken herstellen. En op het moment dat het moeilijk werd, dan vroegen ze de bevercoördinator om mee te denken van hoe gaan we hier structureel mee om. Die mannen waren in dit geval 2 mannen. Het kunnen natuurlijk ook vrouwen zijn. Maar die waren super gemotiveerd. En ik denk in Nederland hebben wij dijkwachten vrijwillig. Wie weet is daar hier ook iets voor te bedenken. Want het helpt in de snelheid ook in het draagvlak in de omgeving.
Ze hadden er ook schadefondsen, dus mensen die kunnen gecompenseerd worden. Wat zorgt voor iets minder negatief sentiment. En heel veel communicatie. Ze hadden een ontzettend mooi boekje, de Elbebever. Nou, daar werd heel mooi uitgelegd, die Elbebever, waar komt die vandaan? Hoe zit die in het gebied? Wat voor positieve effecten heeft die? Ook wat kun je doen? En op het eind stond een hele lijst, waar moet je zijn als je vragen hebt? Of als je ergens tegenaan loopt? Ik denk dat we daar in Nederland ook nog wel een wereld kunnen winnen. Nou ja, waarom samenwerken op internationaal vlak? Ik ben het eerste jaar als graverijcoördinator vooral bezig geweest met hoe kunnen we in Nederland die aandacht en de urgentie benoemen. Maar wat je merkt van internationaal is dat er heel erg veel kennis is die ook mensen heel graag bereid zijn om die te delen. Dus het levert concrete maatregelen op. Maar we hebben ondertussen ook gehad over zenderen. Die vrouw die aan dat Eurasian Beaver Handbook had geschreven, die heeft dat zelf heel veel gedaan in Noorwegen voor de PhD. Nou, die heeft ons allemaal tips meegegeven en die konden we gelijk vrijdag in een gesprek met de zoogdiervereniging toepassen. Omdat wij ook hier in Nederland bezig gaan met het zenderen van bevers om het gedrag beter te begrijpen. Cursusmateriaal. In Engeland deden ze heel veel cursussen om ook hun vrijwilligers op te leiden. Nou, zijn wij ook mee bezig met Stichting Wateropleidingen. Gebruik elkaars cursusmateriaal. En op een gegeven moment hadden we het ook over de zalmmigratie bij een beverdam. Nou, dat was voor mij hartstikke interessant. Ik weet er helemaal niks van. Maar het heeft wel impact op elkaar. Dus dat was nuttig. En het is een club om mee te sparren. Als we een vraagstuk hier hebben waar we even niet weten hoe we ermee om moeten gaan, zijn er heel veel mensen die heel graag mee willen denken. Dus wij gaan er enthousiast mee verder. Oscar, we hebben een aantal dingen op het programma staan. Onder andere een webinar, die wordt nu gepland, waarin we veel dieper ingaan op deze materie. 3 en 4 februari hebben we een internationale bijeenkomst, waarin inmiddels al zo'n 7-8 landen hebben zich daarvoor ingeschreven. Wij vonden het spannend, was de eerste keer. Er zijn heel veel beverconferenties, die gaan vooral over ecologie en wetenschap. Dit gaat echt specifiek over infrastructuur en er is veel behoefte aan, dus dat is mooi om te zien. Er is ook een internationale nieuwsbrief, dus stuur een mailtje aan de STOA, dan kun je daarvoor aanmelden en dan krijg je met enige regelmaat updates. En er is ondertussen ook een internationale website in de maak. Die kunnen we hier niet presenteren, maar er wordt achter de schermen heel hard aangewerkt. En ondertussen hadden we de bever, had het ook goed naar zijn zin bij ons. Dank jullie wel en als er vragen zijn, hoor ik het graag. Nou, hartstikke bedankt voor deze update. Ik kijk naar Oscar en ik kijk naar de zaal. Zijn er vragen op dit moment aan Hanneke? Ja, lekker daarbovenin ook, ja. Een uitdaging nu, hè? Ja, nee, dat is mooi. twee vragen naast elkaar zie ik, dus dat is mooi. Begin even hier. Misschien in de tussentijd, ik bedoel, we hebben mensen uit België in de zaal, heb ik begrepen. We hebben mensen uit Zeeland in de zaal. We hebben mensen uit mensen die betaald worden door Zweden in de zaal. Dus gemiddeld gezelschap, in ieder geval internationaal. Nu tijd voor de vraag, sorry. Dankjewel, ik ben Luc Boerma. Ik heb een vraag of jullie ook in dat internationale verhaal aandacht hebben voor de uitwisseling tussen populaties. Hè, met name ook om verschillende populaties internationaal op elkaar te laten aansluiten in verband ook met genetische uitwisseling. Ja, wat we hebben begrepen is dat heel veel bevers die nu in Engeland uitgezet worden, die komen uit Beieren. Dus daar wordt wat in gewisseld. Het is daar wel zo dat daar ook veel bevers ontsnappen in Engeland. Dus daar die populatie die groeit automatisch. Wat het mooie is, is dat die populatie inmiddels aan elkaar aan het groeien zijn. Dus die uitwisseling die komt steeds beter op gang, op een natuurlijke manier. Er wordt niet heel veel meer uitgewisseld. Al begreep ik dat er een aantal Limburgse bevers inmiddels ook naar België gaan, maar dan kijk heel even naar Wiljo, die knikt. Ja, dus er wordt wel het een en ander uitgewisseld. Wordt steeds lastiger natuurlijk bij die grenscontroles. Maar ja. Volgende vraag, uit België? Nee, niet uit België. Oh, oké. Okay. Nee, ik ben Monique Frans, ik ben van het programma Flora Infra Fauna van het ministerie van INW. En in die hoedanigheid zijn we laatst naar Praag geweest, naar een internationale congres. Daar hebben we ook gesproken met iemand uit Duitsland, dat was volgens mij iets noordelijker. En die gaf aan dat ze daar om snel te kunnen ingrijpen, dat ze daar werken met gecertificeerde medewerkers. Op het moment dat het echt spannend wordt en snel moet worden gehandeld, dan komen die mensen ter plekke en kunnen kijken wat is er mogelijk en kunnen op dat moment ook een vergunning afgeven. Hebben jullie het daar toevallig over gehad? Niet zo specifiek. Het is wel zo dat we inderdaad in Nederland ook behoefte hebben aan wanneer er werken zijn om met gecertificeerde mensen te gaan werken. Dus daar wordt vanuit Stichting Wateropleidingen aan gewerkt. Het daadwerkelijk ook ter plekke een vergunning afgeven,
Daar hebben we het niet over gehad. Ben ik ook niet mee, is ook niet ter sprake gekomen. Kijk even naar mijn reisgenoten. Ja, we hebben met de Engelsen uit kunnen wisselen dat zij hebben een cursus die op 3 niveaus certificeert. Namelijk ben je gewoon landeigenaar en heb je een bever op je land, dan heb je een bepaald niveau van ermee omgaan, maar ook 2 hogere niveaus. En daar word je dus ook opgeleid op verschillende niveaus van hoe jij, welke taak jij kunt uitvoeren. En het derde niveau is dat je inderdaad begeleidt bij het verwijderen of weren van bever. Het zou wel heel mooi zijn als we inderdaad ter plekke heel snel kunnen handelen. En dat dat ook gelijk gewoon onderbouwd is. Ik vind het een interessante tip. Dus ja, we halen nog steeds meer op. Precies, voor als je de microfoon hebt, kan je ook zelf wat zeggen. Hè? Ja, vanuit STOA organiseren wij ook een cursus voor waterschapsmedewerkers. Zodat zij in ieder geval opgeleid zijn in het begeleiden van het werk met bevers in het waterschap. Oké. Okay. Voldoende, denk ik. Hè? Nog één. Wil u even heel hard roepen? Oh, een goede vraag. Welke vergunning wordt er afgegeven als dat ter plekke gebeurt? Dat gaat over het verstoren van de bever. Dat je daar op dat moment herstelwerkzaamheden kunt uitvoeren, zodat een situatie bij een dijk weer veilig is. Dat zou een van de opties zijn. Dat is wel altijd de laatste optie die je wil hebben. Dat was ook wel iets wat ze in Duitsland zeiden. Shooting beavers is growing beavers. Er komt een territorium vrij. En die wordt vanuit veel kanten wordt die weer opnieuw. De populatie komt daar weer terug. Sterker nog, het stimuleert bijna om te groeien. Dus het is geen maatregel die je daarmee de komende 2 jaar een bevervrij territorium hebt. Want die wordt heel snel weer opnieuw ingenomen. Oké. Okay. Hanneke, heel erg bedankt. Applaus nogmaals voor Hanneke. En voor jou ook een fles wijn natuurlijk. Hè? Alsjeblieft, ik heb niet eens gekeken welke het is. Maar denk je dat je hem lekker vindt? Ja, ik heb zelf wijnstokken uit Overijssel in mijn tuin staan. Ik kom hier uit de buurt ook. Dus het is bekend terrein. Ah, nou, hartstikke mooi. Nogmaals bedankt voor jouw inleiding over internationaal. Ik zit te denken, het is het Nationaal Kennissymposium eigenlijk. Hè? Dus als je nou zoveel over internationaal hebt, dan zou je denken van volgend jaar zou ik een internationaal kennissymposium kunnen doen. Kunt u zien? Dat is er al? Oh, dus daar kunnen ze zich al op verheugen, zeg maar. Oké. We gaan over naar iets meer discussie hier aan de voorkant. We gaan zo met elkaar in debat en dat gaan we laten inleiden door iemand met een beversnuit, zou ik bijna zeggen. Maar gelukkig zie je er ook wel gewoon uit. Ik zou zeggen, de pitch, daar is het tijd voor. Goed, dankjewel. Wiet van Bracht, ook wel de beverfluisteraar van Waterschap AMA's genoemd. Hoewel dat een 1 april grap was, ik hoop dat de meeste van jullie die hebben meegekregen. Daar hebben wij toch aardig lol om gehad. Er komt zo meteen een paneldiscussie op jullie af. En die gaat onder andere over het hele gevoelige onderwerp van gaan we nou bevers afschieten of niet? Hoe zinvol is dat? En ik ben heel vereerd dat de organisatie mij heeft gevraagd om even vanuit de praktijk van mijn waterschapswerk de context wat te schieten. Kijk, waar het hart van vol is. Nee. Om de context te schetsen van de dagelijkse praktijk en vanuit daar eens te gaan praten over de mogelijkheden. Dus, Waterschap AMA's ligt daar, zoals jullie zien. Ons waterschap is in 4 districten verdeeld. En hier zie je de beveraanwezigheid. Waarbij vooral, kijk, die kaart daar rechts, die geeft de waarnemingen die onze eigen medewerkers hebben gedaan aan. Dus die is zeker niet sluitend. Als je de kaart van de Nationale Database Flora Fauna eroverheen legt, zie je wel ongeveer hetzelfde beeld. Maar nog veel meer in Limburg en natuurlijk in Rivierenland eromheen. Maar ook bij ons, langs de Maas aan de bovenkant, daar is ook niet alles weergegeven wat er daadwerkelijk zit. Wat een heel mooi plaatje is hieronder, is hoe je die toename ziet. Nou, dat is de meeste mensen die hier zijn waarschijnlijk wel bekend.
Wat zien wij dan bij AMA's heel specifiek aan toename? Wij maken grafiekjes van het aantal keer dat wij onze ontheffing inzetten om een beverprobleem op te kunnen lossen. Nou, blauw is hier dat we een probleem met een dam hebben gehad en oranje is een probleem met graverij. En dan hebben wij natuurlijk, net zoals heel veel andere organisaties, hebben wij met onze provincie in Noord-Brabant een beverprotocol. Dat zie je daar rechts. En omdat wij ons daaraan committeren, hebben wij een ontheffing op voorhand gekregen om te mogen verstoren en ingrijpen. Die moeten wij met een machtiging steeds inzetten. En dit is het aantal keer dat wij die machtiging gebruiken. Nou, je ziet best wel een flinke verdubbeling in de afgelopen paar jaren steeds van het aantal keer dat wij aan het ingrijpen zijn. En het laatste staartje is heel recent, want ik heb de cijfers deze week nog even opgevraagd van hoe het nu is. En dat zijn dus de cijfers tot en met 14 oktober. En dan begint nu eigenlijk net de drukte in Beverland. Voor de mensen die wat dichter op Bever staan, die weten dat zo na de zomer komt er altijd een extra toename van problemen. Omdat de jonge bevers nou aan het uitzwermen zijn en hun eigen territorium aan het zoeken zijn. Dus ja, deze plaatjes ook nog even voor de context. Hè, voor de mensen die het niet zo scherp op het netvlies hebben. Wat zorgt die bever dan voor problemen? Het gaat alle kanten uit. Van veiligheidsrisico's, omdat er trekkers, maaimachines de sloot inkieperen. Tot aan wateroverlast in landelijk gebied. Dan zie je daar rechts een mooie dam die al zorgt voor een klein beetje overstroming. Dat was een heel mooi plaatje die ik had. Helaas had ik geen foto's gemaakt van een locatie bij ons waar ook een half landbouwperceel onder water heeft gestaan een tijdje geleden. Dus je moet even bedenken dat die overstroming wat groter wordt. Langs verkeerswegen, stukken fietspad die instorten, ja, daar moet je natuurlijk iets mee. Wij zijn net zoals hier in Overijssel ook druk bezig geweest met risicoanalyse. En dit is gewoon een eerste versie van ons eigen watersysteem. Ik vind schoenmaker blijft bij je lees, dus ik ga niet soneren over heel het werkgebied. Maar wij hebben gewoon ons eigen watersysteem eens ingekleurd. Om te kijken welke stroompjes zijn nou plekken waar beveractiviteit voor gevaar gaat zorgen. Voor grote problemen of eigenlijk niet echt problemen. En dit is een eerste aanzet. We gaan deze natuurlijk fine-tunen, want dit is nog niet zo praktisch in de praktijk. Er zit heel veel variatie in, zoals je ziet. En je kunt je ook nog wat vragen stellen bij de criteria die we hebben gebruikt. Vandaar hier al een eerste oproep in mijn pitch. Als je risicoanalyses gaat doen, probeer het met z'n allen samen eens even op elkaar af te stemmen. Want ik was heel enthousiast begonnen en ik heb nu een hele fijne stagiair aangenomen. Femke, die zit daar tegen de muur en die gaat mij helpen met versie 2.0 van deze kaart. En omdat Femke er was, kreeg ik ineens wat meer contact ook met via haar begeleider op haar opleiding. Met andere organisaties die met risicoanalyses bezig waren. En er is blijkbaar onder de radar heel veel al aan de hand bij waterschappen, provincies. En dat wordt niet allemaal met elkaar gedeeld. Dus versie 2.0 van onze kaart gaat een stuk beter worden. Omdat wij nu heel erg inzetten op eenvormigheid en proberen even van elkaar te leren. En zeker ook waar je deze voor wil gaan gebruiken, deze analyses, is om beleidsmakers te bewegen om bepaalde keuzes te maken. Dan is het niet handig als wij dat in Noord-Brabant op een andere manier aanpakken dan bijvoorbeeld in Friesland. Kijken we eens eventjes naar wat we eigenlijk al ooit meegegeven gekregen hebben. In 2011 schreven Kirstjens en Niewold, ik weet niet of één of beide in de zaal zitten vandaag. In gedachten dan. Schreven in 2011 al dat een goed bevermanagement op vier pijlers zou moeten berusten. En dat zijn deze vier. Als we ze even afpellen, dan kunnen we kijken dat professioneel advies en uitgebreide communicatie, dat begint nou zo langzaam op gang te komen. Een van de positieve dingen die speelt is dat het kenniscentrum Bever een communicatieplan heeft gemaakt waarbij grote vragen, landelijke persvragen, bijvoorbeeld allemaal via de zoogdiervereniging worden aangevlogen. En de zoogdiervereniging verwijst door. Elze vertelde mij dat ze toen laatst dat speelde rond de opmerking van de Poolse premier. Dat zij op één dag 8 keer of zo door de pers was benaderd. Iedere keer omdat ze weer door iemand anders uit de landen naar Elze waren doorverwezen.
Maar dat is op zich goed. Dan krijg je een eenduidig verhaal. Dan krijg je een goed afgestemd verhaal. Maar wij moeten heel erg goed na blijven denken over welk verhaal wij nou vertellen. Die preventieve maatregelen, nou dat loopt. Alleen we zijn nu vooral nog bezig op de plekken waar de problemen zich aandienen. Dan gaan we het opruimen en dan gaan we daar preventieve maatregelen nemen. Maar er is toch echt wel behoefte aan een meer vooruitkijkend preventieplan. Daar zijn die risicoanalyses ook van belang. Een schadefonds is natuurlijk eigenlijk heel vreemd dat dat niet goed geregeld is. Onze provincie Noord-Brabant verwijst naar faunaschade.nl. Maar ja, de mensen die daar verstand van hebben, die weten dat is alleen maar voor de agrarische sector. En ook niet voor natschade. Dus je kunt daar knaag- en graafschade laten vergoeden. Er zit overigens ook nog een legersdrempel tussen. Dus die wordt niet als heel prettig ervaren. Particulieren of iemand die geen landbouwer is, die met schade door bevers zit, die kan fluiten naar enige compensatie. Dus die staat zelf daarvoor aan de lat. Een voorbeeld bij ons uit het werkgebied is het Julie Postel verzorgingshuis, waar de bever de toegangsbrug had ondergraven. En die mensen zijn nu 2 ton, dacht ik, al verder. Ze hebben in de afgelopen paar jaar €200.000 uit moeten geven als gewoon een particuliere instelling. Die man die denkt, had ik maar nooit gemeld dat hier een bever zat, dan was hij er nou al niet meer. En dat is natuurlijk precies de reactie die je probeert te voorkomen. Of zou moeten willen voorkomen. Daarom is het heel vreemd dat bij ons in Brabant, ik ga het toch maar zeggen, we hebben een paar jaar geleden al met een brede coalitie het advies gegeven aan de Staten om een schadefonds in te richten. We hebben zelfs een bedrag genoemd en dat hebben ze toen naast zich neergelegd. Laatste, het ingrijpen, ja dat gebeurt natuurlijk, maar ook daar zit qua wet en regelgeving nog wel een hobbel. Want je hebt die ontheffing nodig op de wet natuurbescherming. En die is op dit moment via het soort protocollen wat we net zagen eigenlijk alleen voor waterbeheerders beschikbaar. Landelijk kunnen ProRail en Rijkswaterstaat ook gebruik maken van afspraken die ze met RVO hebben gemaakt. Maar ook hier geldt dat voor gemeenten, particulieren, ondernemers er eigenlijk geen goede afspraken nog zijn gemaakt. Die wens is er wel. Ook in Brabant wordt er gewerkt aan een generiek protocol, maar dat laat maar op zich wachten. Ben ik al over mijn tijd heen? Het is oké. Hey. Nou, ik ben bijna aan het eind. Waarom zijn die pijlers nou belangrijk? Het heeft alles te maken met draagvlak. Hè? Wij zijn helemaal niet tegen bevers. Sterker nog, leven de bever inderdaad. Kan ik alleen maar onderschrijven vanwege al die positieve effecten die het dier brengt. Hij is ook niet voor niks geherintroduceerd. Maar hij heeft wel draagvlak nodig. Je kunt niet dat dier in de Nederlandse natuur terugbrengen en dan de wal het schip laten keren zoals op dit moment gebeurt. Zonder draagvlak is er dus geen ruimte voor bevers. Dit maar even heel kort. Weet dat er heel veel onderzoek is gedaan naar de waarde van de ecosysteemdiensten die bevers bieden. Ik ga dit plaatje, omdat ik maar 10 minuten had, nou niet met jullie doornemen. Maar is heel interessant. Hier hebben ze gewoon eens wat geld gekoppeld aan alle verschillende positieve aspecten die de bever oplevert. Rechtsboven gewoon per hectare, linksonder voor het hele leefgebied van het noordelijk halfrond van de bever. Maar dat loopt flink in de papieren. Dus het gaat bij beveraanpak ook om die balans tussen, tuurlijk, preventieve maatregelen, schadebestrijding. Dat mag best wel wat kosten, want daartegenover staat deze enorme winst. En dan kom ik op mijn laatste sheet. En dat is eigenlijk de oproep van deze pitch. Zorg voor een toekomstgerichte visie. Dus niet alleen zoals de afgelopen jaren is gebeurd, schade proberen op te lossen. Zorgen dat de schadebestrijding netjes geregeld is. Super fijn. Ik denk ook even aan het landelijk beverprotocol, waar we vanmiddag nog een presentatie over krijgen. Super goed dat dat gemaakt wordt. Maar ik hoop wel dat in dat landelijk protocol er ook over de toekomst wordt nagedacht. Over schadefondsen, over hoe gaan we het regelen met die bever. Hoe gaan we risicoanalyses gezamenlijk opzetten en niet alleen maar regelen dat iedereen in Nederland weer de weg naar schadeherstel netjes kan vinden. Want dat is heel fijn, maar dat is niet genoeg. Het communiceren over baat en winst is dan heel belangrijk en zeker ook misschien met behulp van dat soort financiële overzichtjes. Want dan zie je, oh ja, de bever gaat heel veel kosten, misschien in Brabant alleen al miljoenen per jaar straks, maar daar staat ook wel in miljoenen per jaar aan eco-winst tegenover.
En tot slot, mensen moeten ook kunnen wennen aan beveraanwezigheid zonder al die spanning, stress en onzekerheid. Het moet niet zo zijn als jij een perceeltje hebt langs een waterloop, dat je bang moet zijn voor bevers, omdat de schade die soms in de 10, 20, 100.000 euro kan lopen, dat jij daar nergens mee terecht kan, dat je ook niet eens je ontheffing geregeld krijgt om iets te kunnen doen, dat je de hele tijd van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dus er moet iets gebeuren over... Nou ja, misschien moet dat met een schadevergoeding, dat mensen weten, nou ja, dit gaat wel problemen opleveren, maar ik word geholpen. Misschien moeten verzekeringsmaatschappijen zich hier eens in gaan mengen, dat weet ik niet, maar er moet iets gebeuren waardoor die frictie die er ontstaat, waardoor die wat verzacht kan worden. Nou, ik denk dat dat mijn verhaal is. En dan gaan we... Ja. Dankjewel. En dan gaan we zo eens luisteren of het afschieten van bevers binnen deze context dan nou echt wel zo zinvol gaat zijn. Nou, gooi maar even een steen in de vijver. Ja, ik vind van niet. Zinloos. Nou, je hebt je punt in ieder geval gemaakt en een mooi verhaal gehouden en nog een fles wijn kregen mee. Dankjewel voor je bijdrage. Kijk, en de bevers die hebben hun eigen symposium volgens mij op dit moment. We gaan even met elkaar in debat, onder andere over de vraag die Wiet net naar voren haalde. Ik zou graag naar voren willen hebben Henny Roorda van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze geeft vanmiddag ook nog een workshop. Joep Krombach, die is van Natuurmonumenten. Luc Boerema, is juridisch specialist op het gebied van natuurwetgeving. En Ray Dorgelo, een bewoner uit Limburg met een mening, zullen we zeggen. Mooi dat jullie... Zou je hier bij de tafel willen komen staan, allemaal? 2-2. Ik was even nog benieuwd naar Joep, maar dat is meer persoonlijk interesse even. Ja, je hebt een soort beterschapswens voor de natuur aangeboden aan de regering. Jij hebt mijn LinkedIn bekeken, zo te zien. Ja. Wat is dat? Nou, we hebben als Natuurmonumenten bij de vorige verkiezingen hebben wij de regering en de formerende partijen toen laten zien van ja, het gaat gewoon niet goed met de natuur. En daar moet echt werk van gemaakt worden. En wij hebben die beterschapswens toen overgedragen, inderdaad. En daar stond de bever ook in? Ja. Mag ik jou meenemen naar deze tafel? Wat heb jij met de bever? Nou, ik ben Henny Roorda. Ik werk bij het ministerie van INW. Maar hiervoor, in mijn vorige leven, was ik bestuurder bij Waterschap Rivierenland. En daar hadden we heel veel bevers. En toen wisten ze mij bij het ministerie heel snel te vinden. Dus Henny, nu je toch bij het ministerie zit, regelen jij die bevers even voor ons. Dus vandaar dat ik nu werk aan het Nationale Beverprotocol. Kijk. Zo kan het gaan. Regel jij die bevers even voor ons. Dat is mooi. Ja, dat is wel mooi. En de regels rondom bevers... We zagen net allerlei protocollen ontstaan. Gaan die bevers zich daar ook aan houden? Nou, dat wordt spannend. Ja, nou, dat hangt een beetje van onszelf af. Ja, als wij heel goed in de gaten houden waar bevers zitten en waar ze naartoe gaan. En dan zorgen voor maatregelen. Zodat ze of ergens niet komen waar ze ons in de weg zitten. Of dat we ze tegenhouden op een andere manier. Dan is het best met bevers samen te leven. En dan hebben we ook niet zoveel regels nodig. Nou ja, daar kun je zien. Er blijven natuurlijk altijd probleemsituaties ontstaan. Dat is het mooie ook van mijn vak. Dat ergens spanning ontstaat. En dan moet je zo'n probleem ook kunnen oplossen. Dat is natuurlijk iets wat erbij hoort. Oké, dankjewel. En Ray, ik zei een beetje gekscherend inwoner, kritisch inwoner. Maar jij bent bezig met honden, met wolven en met bevers. Ja, dat klopt. In mijn werk ben ik veel met conflictpreventie bezig ten opzichte van wolven. Maar ik woon tussen de bevers. Dus ik woon daar, leef daarmee samen. Met alle soorten die voorkomen rond ons perceel proberen we zo goed en verantwoordelijk mogelijk samen te leven. Dus jij bent eigenlijk het voorbeeld van hoe je het zou kunnen doen. Eigenlijk zou iedereen het zo moeten doen als jij nu leeft. Op die plek wel. Oké, nou, daar komen we straks nog wel even op terug. We gaan even naar de stellingen. Nou, dat is meteen inderdaad, hè, dat werd al aangekondigd. Individuele beversdoden is geen duurzame oplossing. Joep. Oh, sorry. Ja. Ik kan niet alles weten, hè? Dat is niet erg. Nou, wat vind je ervan? Dank je. Ik denk, waar blijf je vraag? Maar laat ik eerst zeggen, voor ons hoort de bever er natuurlijk gewoon bij. De bever is een heel belangrijk onderdeel van de ecosystemen, ook in Nederland. En
daarbij is het doden van bevers echt een allerlaatste stap in zo'n proces. En zul je echt moeten werken aan preventieve maatregelen. Ik vond net het verhaal vanuit de buitenlandse ervaringen heel mooi om te zien wat er allemaal mogelijk is en wat er allemaal kan om te voorkomen dat er echte conflicten ontstaan. En ik denk dat we daar volop moeten inzetten. Maar als je al die dingen afpelt, en dan zijn die bevers al behoorlijk ingeburgerd. Ik bedoel, als je al die maatregelen neemt die net allemaal getoond werden, zeg maar, dan blijft dit dan toch over? Hoe bedoel je? Dan... Nou, als je alle maatregelen genomen hebt, ze zijn er nog. Ja, maar als er dan geen probleem veroorzaakt. Wij zijn voor een probleemgestuurde aanpak. En als er geen problemen zijn, dan helemaal prima. Okay. Mooi, je laat niet heel erg uitdagen. Hè? Goed. Maar goed, los die bevers even op, was de vraag aan jou. Ja, zeker. Nou, los de bevers even op. Kijk, mij werd gevraagd om een nationale aanpak te ontwikkelen. Dus dat is iets anders. En het afschieten van de bever is ja, daarin eigenlijk een allerlaatste stap die niet wenselijk is. En eigenlijk moet je daarvoor veel beter kijken, proactief, van waar kan ik überhaupt die bever verwachten? Waar is het risicovol? Hè? Dus probeer met risicokaarten aan te geven. Nou, dit is echt een groot risico. Komt die bever daar ook voor of gaat hij daar voorkomen? En kunnen we dan nu alvast preventieve maatregelen treffen om te voorkomen dat die bever straks problemen gaat veroorzaken? En dat gebeurt nog te weinig. Je ziet het wel steeds meer gebeuren en daar ben ik heel erg blij om. Bij alle waterschappen zie je nu echt wel die preventieve maatregelen echt de overhand hebben. Dus daar ben ik erg blij mee. Maar gestructureerd gebeurt dat nog te weinig en dat kan meer. Dus vandaar ook dat we hebben gezegd in die aanpak, en daar zal ik vanmiddag ook iets meer over vertellen, is zo'n handelingskader voor preventieve maatregelen eigenlijk het allerbelangrijkste. Want ik hoorde vanochtend ook zo mooi, ja, het afschieten van bevers zorgt er eigenlijk voor dat je meer bevers krijgt. Hè? Dus wat we moeten proberen is met elkaar toch duurzaam te leven met die bever. En onze infrastructuur daar ook op in te regelen. En dat kan volgens mij ook. Hè. Ik ben bestuurder geweest van Waterschap Rivierenland, van een heel groot project, Gorinchem-Waardenburg. En daar hebben we er wel voor gekozen om preventieve maatregelen te nemen. Nou, als je kijkt zeg maar, dat zo'n dijkversterking 16 miljoen per kilometer kostte en zeg maar, de preventieve maatregelen ongeveer 2-3 ton per kilometer, dan is dat ook verwaarloosbaar eigenlijk, hè, als het gaat over de kosten voor dijkversterking. Dus zo moeten we er ook naar kijken. En dat geldt ook niet alleen voor dijkversterking, maar geldt ook voor onze PAGW-opgave. Hè. Als we daarmee bezig zijn, kijk dan ook naar preventieve maatregelen. Maar kijk ook naar de inrichting van het gebied, dat u beverproof is. En ook voor onze KRW natuurlijk. En daar hebben we grote opgaves. Daar zijn we aan de slag in het rivierengebied. En het is eeuwig zonde, zeg maar, als we nou niet direct die preventieve maatregelen meenemen. Dus dat is mijn opdracht, zeg maar, waar ik met heel veel partijen aan de slag ben. En er is heel veel betrokkenheid. En volgens mij hebt u nou het hele nationale bevenprotocol opgelezen. Nee, vanmiddag komt er nog veel meer. Oké. Internationaal, rechtsstatelijk gezien, mag dit? Nou, het gaat om een duurzame oplossing. Hè? Een duurzame oplossing als we kijken naar het internationale habitatrichtlijnrecht, wat hieronder ligt. Is dat we vooral duurzaam inzetten op een gunstige staat voor die bever. En die bereiken, hè? Daar zijn al woorden over gezegd. En dat laat onverlet dat als die bever ergens een groot maatschappelijk probleem oplevert, dat we er iets aan kunnen doen. En dat is ook een duurzame oplossing. Dus deze stelling, beverdoden is geen duurzame oplossing, dat hangt er maar helemaal vanaf. Voor individuele gevallen, waar een bever toch komt op een plek waar je hem absoluut niet kunt hebben. Dan mag een ontheffing. Is een afschot een oplossing, hè? Maar dan moet je er ook lering uit trekken. Dan zou je ook kunnen zeggen van, nou, hij is er één keer geweest, dat biedt anderen de uitdaging om er ook te kunnen komen. Dus dan moet je iets preventiefs aan gaan doen. Ja. Zegt de jurisprudentie dat ook? Dat het zo moet? Zegt de jurisprudentie ook, ja. Okay. Ja. Nee, dan is het goed. En ja, dit is tegen jouw zere been natuurlijk, deze stelling. Ik vind het nooit een duurzame oplossing, want dat betekent dat je gefaald hebt met je preventieve maatregelen. En dan moet je daar naar kijken. Dus zoiets zou nog kunnen, maar op een gegeven moment moet het niet meer hoeven. Nee. En als je dat hele verhaal hoort net over de preventieve maatregelen, hoe luister je daar? Ja, prima, hè? Dat willen we, maar dat had al lang preventief betekent natuurlijk voorkomen. En dat duurt allemaal zo lang voordat we iets gaan voorkomen. En ondertussen is het allemaal reactief. Ja, u moet een beetje opschieten. Ik ga mijn best doen. Volgens mij, we willen eigenlijk graag dat de producten zeg maar, eind december gereed zijn. Maar dan moet het nog wel vertaald worden, zeg maar. Ik hoor al...
Ja, maar iedereen, zeg maar. Iedereen moet meedoen. Hè. Wij kunnen als Rijk natuurlijk dat niet alleen, want de provincies hebben daarin een belangrijke rol. De beheerders hebben daarin een belangrijke rol. Dus we moeten samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. Gaat toch nog even duren. Ja, en in Limburg gaan de geruchten dat het makkelijker moet worden om ontheffingen te krijgen, om in te grijpen bij bevers. Dat is de verkeerde instelling. Dan ga jij een bezwaar tegen indienen. Ik weet niet of dat zin heeft. Goed. Zullen we naar de volgende stelling gaan? Kijkers, we gaan gebieden aanwijzen waar bevers niet welkom zijn. En dus andersom ook gebieden waar bevers altijd welkom zijn. Nou, hoe kijk je ernaar? Ja, lijkt mij geen goede aanpak. Ik denk dat je, wat ik net ook al zei, je moet echt sturen op waar problemen zijn. En inderdaad, als je ergens een hele kritieke kering hebt, ja, dan moet je daar wat sneller ingrijpen dan op andere plekken. Maar uiteindelijk is die bever gewoon overal welkom en zullen we een manier moeten vinden om met dat dier samen te leven. Nou, eigenlijk moet je zeggen, ik vind dat die bever overal welkom is, toch? Prima. Ik vind dat, ja. Maar is het... Ook vanuit natuuroogpunt zou het best wel een kans kunnen zijn, toch? Dat je de balans vindt tussen waar wel en niet. Zeker. En daarbij wordt toch al snel gekeken naar ook... de bever heeft ontzettend veel mooie effecten op de natuur. Maar soms wijst die ons ook op dingen die nog niet zo goed gaan in Nederland. En daar kan die bever vaak weinig aan doen. Maar dan bouwt hij een dam en dan zie je dat een gebied overloopt met water, met een slechte waterkwaliteit. En dat is eigenlijk niet het probleem. Die bever die laat ons alleen het probleem zien, zeg maar. Die bever zelf is het probleem niet, maar die laat ons wel extra zien dat we dus ook werk moeten maken van zo'n kaderrichtlijn water en van de kwaliteit van ons water. Dus hij drukt ons nog eens extra op de feiten. Ik ben benieuwd hoe het beverprotocol erover denkt. Ja, nou, gebieden aanwijzen waar die niet welkom is. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we met elkaar inzichtelijk maken waar ze een risico kunnen vormen. Hè? Een groot risico ook. Dus dat doen we ook in het nationale protocol, geven we daar dat advies voor. In die primaire dijken, daar is echt een heel groot risico. Net zoals dat bij de spoorwegen is. En zijn daar watergangen, zeg maar, dan zijn die risico's heel erg hoog. En als er dan ook nog bevers voorkomen, dan is dat wel, zeg maar, iets om heel nauwlettend in de gaten te houden. En dan zou je daar eigenlijk de eerste maatregelen moeten treffen als het gaat om preventie. Maar uiteindelijk, zeg maar, als daar wil je ze toch eigenlijk het liefst... Nou, misschien wil je ze daar wel, maar je wilt niet dat ze daar schade kunnen veroorzaken. En in die zin is het heel goed om dat inzichtelijk te maken in juist die risicovolle gebieden. Dat ze daar geen schade kunnen aanrichten. Dus dat zou mijn pleidooi zijn van, nou, hij hoeft misschien niet weg, maar hij zorgt ervoor dat hij daar geen schade kan aanrichten. En hou het ook in de gaten, hè. Monitor het, want dan weet je, zeg maar, hoe de stand van zaken ook is. Dus dat is ook een belangrijke monitor, zeg maar. En ook met hoogwater is dat belangrijk, zeg maar. Die beverpatrouilles zitten er ook in. Dus er is nog een hele wereld te winnen. Ja. Kan je dat regelen, dit? Met regeltjes en dat soort dingen? Ik denk dat hoe groter je het gebied wilt maken waarvan je zegt van daar zijn bevers niet welkom, hoe lastiger het juridisch wordt te verantwoorden. En dus als je naar het systeem van de wet kijkt, dan is het verstandiger om je te richten op het uitsluiten van locaties dan op gebieden. En als je dan gebieden gaat aanwijzen, dan zul je altijd rekenschap moeten geven van het feit dat dat beest, die ook onder de Natura 2000 problematiek valt, dus je moet ook gebieden voor dit beest aanwijzen. Dat die gebieden bereikbaar blijven. Dat er uitwisseling kan plaatsvinden tussen gebieden van bevers. Dus dat je ook in bever niet welkom zones toch voorzieningen zult moeten treffen. Dat die bever daar op een of andere manier doorheen kan, langs kan. Met andere woorden, hij moet zich in zijn natuurlijke verspreidingsgebied kunnen verspreiden. Dat is de opgave. En de wettelijke tekst. En de wettelijke tekst. Ja, nee, dat wil ik steeds even controleren bij jou. Die bever moet toch gewoon zijn gang kunnen gaan, of niet? Nee. Ik vind als je gebieden aanwijst waar die niet wenselijk is, dan moet je er volop inzetten dat die bever daar ook niet wil zijn. De gebieden waar die wel kan zijn, moet je faciliteren. Dus aanpassen van maaibeleid, baggerbeleid, snoeibeleid. Niet al zijn boompjes die hij graag wil weghalen en dan zeuren dat hij een mooie grote boom neerhaalt. En dat kan echt heel makkelijk. En die bever zorgt voor een gezonde, natuurlijke leefomgeving. Voor heel veel andere soorten ook, waar wij ook belang bij hebben. Een gezonde leefomgeving is iets wat we allemaal nodig hebben. En daarom moet hij eigenlijk overal welkom zijn? Nee, niet overal. Als er plekken worden aangewezen waar het niet
waar die bever niet mag zijn, dan volop inzetten en daar het geld aan uitgeven, zodat die er ook niet wil zijn. Heb jij op je eigen landgoed of op je eigen grond, maar daar heb je bevers, ja, ook van dat soort maatregelen? Nee. Hij is gewoon welkom. Ja, en je ziet ook als je hem niet lastig valt en geen dammen sloopt of graverijen dichtlegt, dan doet hij eigenlijk niks nieuws. Dan blijft hij heel statisch, heeft hij alles op orde. Dan is hij heel voorspelbaar. Ja. Oké, duidelijk. We gaan naar de volgende stelling. Ingrijpen op de beverpopulatie gaat helpen om schade te voorkomen. Nou, ga ik toch eerst even naar Rijkswaterstaat, want jullie hebben daar best wel veel last van schade, denk ik. Ja, ik ben zelf van DGWB aan, dus de beleidscomponent van Rijkswaterstaat. Oh ja, ze is niet van Rijkswaterstaat, ze is van de beleidscomponent, ja. Maar ik denk dat het op zich ingrijpen... Wat versta je precies onder ingrijpen? Dus ja, ik heb ze niet bedacht. Verzin zelf maar iets. Nou, ik denk dat het goed is dat je in ieder geval beheer doet, hè? En bij beheer hoort zeg maar een escalatieladder. Dat je in eerste instantie kijkt van nou, waar kan die bever weer voorkomen? Waar veroorzaakt die problemen? Hoe kan ik dat voor zijn dat die problemen veroorzaakt? En in die zin denk ik dat je er ook voor kunt zorgen dat je gebieden inricht waar de bever wel welkom is. En er zo voor kunt zorgen dat door dat beheer zeg maar je schade kunt voorkomen. Okay. Ik ga eens even naar natuurmonumenten, want die was al heel erg voor de beverruimte. Dus zeg maar... Ja, nou ja, dan kun je wel raden. Ik ben dan ook niet echt een voorstander van populatiebeheer van de bever. Ach. Echt? Ja. Maar wat dan? Want het probleem van schade is natuurlijk wel echt aan orde. Tuurlijk. En er zijn inderdaad gebieden waar het lastig is. En waar je... Ja, ik blijf mezelf een beetje herhalen, merk ik. Maar herhaling zit vaak de kracht. Oh, je hebt een goede kernboodschap ingestudeerd. Precies. Ja. Nee, ja, dus uiteindelijk een aanpak waarbij je echt focust op de problemen en die voorkomen met preventieve maatregelen of het aanbieden van alternatieven. En ja, als dat niet werkt of niet haalbaar is, ja, dan zou je op zo'n specifieke locatie inderdaad kunnen kiezen voor het weghalen of het doden van zo'n bever. Maar ingrijpen op de populatie aan zich, dat lijkt mij niet de oplossing. Maar het doden van de bever, daar komen juist meer bevers van, heb ik net gehoord. Daarom moet je daar ook heel terughoudend mee zijn. Helder. We gaan jou niet echt in echt warm... nee, hè? Nee, maar geef niet. Als ik dan weer kijk naar regelgeving. Ja, als hier wordt bedoeld populatiebeheer. Ingrijpen in de zin van we willen naar een bepaalde doelstand toe van bevers. De definitie komt er nu aan. Nou ja, nee, dat ingrijpen is een veelkoppig monster. En sommige manieren van ingrijpen, dat kun je best doen. Maar ga eens door op waar je net aan... Je populatie, ja. Maar op het moment dat het gaat om van, nou, ik wil een doelstand van bevers. En ik wil hier niet meer dan 500 bevers. Ja, dan krijg je juridisch wel hele zware problemen. Omdat je dan ook zult moeten aantonen dat er echt niet meer dan die 500 bevers kunnen zitten. En is dat aan te voorkomen? Ja, en is dat aan te tonen? Nou, ik denk dat dat niet kan. Ik denk dat je voor individuele gevallen, waar schade optreedt, dat je daar misschien een plaatje kunt maken. En dan moet je je nog afvragen, is schade dan zodanig dat afschot de juiste oplossing is? Of moet je naar een systeem toe waarbij je die schade ook min of meer accepteert maatschappelijk? Nou, kom ik een beetje in dat verhaal. Hè? Dat is ook wat jij eigenlijk zegt. Ja, ik vind we moeten inzetten op leven met dieren waar het mee mogelijk is. En ingrijpen is dan altijd een lastig ding, of ja, eigenlijk niet wenselijk. Bij wolven, om daar even een uitstapje naar te maken, is het ook zo. In het buitenland vooral, waar ik veel gewerkt heb met herders, die willen graag zo lang mogelijk dezelfde roedel wolven en dezelfde bruine beren in hun territorium. Want daar hebben ze verstandhouding mee. Dus het is de taak om een verstandhouding op te bouwen met die dieren. En daar een weg in te vinden. Er zijn ook studies voor gedaan. Vorig jaar is er nog een uitgekomen van ARC en een aantal andere organisaties. PONC heet dat. Mm-hmm. Process Oriented Nature Conservation. En dat is eigenlijk op ingericht om te kijken hoe kun je gebruik maken van die natuurlijke processen en die soorten. En ook je menselijke activiteiten daarbij een plaats hebben. Juist. En dat is dan, daar kan je duurzaam samenleven. Dan kun je duurzaam samenleven, ja. Nou, dat lijkt me eigenlijk wel een hele mooie conclusie, zo op het einde. Bedankt daarvoor, voor die conclusie. En bedankt voor jullie deelname aan dit panelgesprek. En nou, veel plezier nog vandaag ook. Applaus, jullie krijgen nog een flesje wijn mee.
Ik zet ze maar zo even neer, maar dan mogen jullie ze zelf meepakken. Nogmaals hartelijk dank. En dan krijg je er denk ik twee, want nu krijg je er ook één. En vanmiddag natuurlijk ook nog een keer. Ja, mocht je er... Oh, dat is ook goed. Ik wil zeggen, als je het heel vervelend vindt, ik lust ook wel een glaasje wijn. Goed. Beste mensen, hoe zit u erbij? Tijd voor een koffie en zo? Ja? Had ik al verwacht. Gaan we dat ook doen in het programma? Ik neem u nog even mee. Hé, daar staat het al. We gaan zo even pauzeren tot 11:30. U kunt hier, daar links voor mij, rechts voor u, kunt u koffie halen. U kunt even een WhatsAppje sturen. De vrouw even bellen of de vriend of de vriendin. En toileteren natuurlijk ook. Dat kan ook op verschillende plekken. Kijkt u even goed waar u moet zijn. Kijk even goed op uw badge. Wat is mijn eerste workshop? Een workshop van voorkeur staat dan op uw badge. En dan kunt u dus zien waar u moet zijn. In de Statenzaal dus gaat het over de graafactiviteit meten met glasvezel. Een nieuwe ontwikkeling. Mensen van ProRail komen daar iets over vertellen. Het spanningsveld tussen Natura 2000 en waterveiligheid. Ben van Dinter, die u eerder vanochtend al zag, komt daar iets over vertellen. Dat gaat in de Brink gebeuren. In de commissiekamer, die is dus daar aan die kant, als u de zaal hieruit gaat, rechtsaf, helemaal in de hoek, 1.8. Daar gaat het over dieren in de dijk, Novana en Denny. En dan de eik, dat was dus even om de zaal heen lopen hier of aan die kant. En dan de tunnel op, of de brug op noemen ze dat hier geloof ik. En aan het eind van die brug rechts zit een zaaltje. En daar gaat u dan nadenken over de ervaringen hoogwater 2023-2024 door Wijnand Evers. Houdt u zelf die tijd even in de gaten. Het zou mooi zijn als u 11:30 wel gewoon in die ruimte zit. Want dan kunnen ze daar beginnen en dan kunt u zoveel mogelijk ook met elkaar in gesprek. Daarna volgt de pauze, de lunchpauze. Dat wordt daar ook al aangekondigd. En om 13:30 gaat dan die tweede ronde van start. Zullen we die nog even snel bijpakken? Kijk, dit is die tweede ronde. Die gaat dus om 13:30 beginnen. Hier in de Statenzaal landschap en natuurdoelen. In de Brink mensvriendelijke beverhabitats. De commissiekamer beheer van kritieke infrastructuren door opsporing van bevers met onbemande robotische systemen. Ik denk dat ik daar naartoe ga. Eik, daar wordt de workshop risicoanalyse gegeven. En dan is het daarna even kort pauze, echt een kwartiertje maar. Dus als u uitloopt moet u heel hard hier weer naartoe rennen, want om 14:45 gaan we hier weer verder in deze zaal. Vragen over? Alles begrepen? Veel plezier.